In verband met 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname heeft ATV de afgelopen periode een serie gebracht over Surinamers en hun inzichten over de onafhankelijkheid. We brengen u vandaag nog enkele indrukken van onder andere historicus Maurits Hassan Khan, ex-vicepresident Ramdin Sarju, kunstenaar René Tosari, ondernemer Irene Spangenthal en de gepensioneerde onderwijsinspecteur Rita Chotu Sanchit. Wel momenten gehad dat het geweldig geklommen is, dan heb je weer die crisis gehad. En men is niet op de juiste wijze. Een gouden regel is, dus neem nou het vraagstuk van inflatie. Ja, wel langpinaren zijn we uit het dal gekropen. Dan begin je een beetje redelijk te verdienen. Krijg je een economische crisis waardoor de munteenheid gaat devalueren. Wij zijn nooit klaar met het werk. Wij willen nog veel meer bereiken dan wij in leven hebben bereikt. Dat is nou de attitude van een kunstenaar. Dus heb ik tegen een ander gezegd van, proberen jullie rekening te houden met dit stuk. Want dan weet je hoe je jezelf gaat opstellen in de realiteit als je ouder wordt. Dat ik de hele Surinaamse gemeenschap wens te feliciteren met 45 jaar residentie. Ik wil de bede doen dat het volk, het land, de natie lief mag hebben. Ik wil de bede doen dat elke Surinamer met toewijding een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Ik zal het beantwoorden vanuit mij, vanuit ons bedrijf. En dan zeg ik nee. Voor ons is dat zeker geen goede stap geweest. Omdat er heel veel ontwikkelingen zijn geweest in de loop der jaren, de afgelopen jaren. En ook natuurlijk in de jaren 90, in de jaren 80. Die ons bedrijf in ieder geval elke keer bijna naar de afgrond hebben gebracht. Dus als ik het voor mijzelf moet beantwoorden, dan zeg ik nee, het was geen goede ontwikkeling. In die tijd waren er meningsverschillen natuurlijk, wel onafhankelijkheid of niet onafhankelijkheid. Dus jij was ook een beetje in twijfel van hoe is het, je bent nog jong, je ideeën zijn nog wankelt ook een beetje. Vooral de trek in die tijd van vele Surinamers naar Nederland bracht je nog meer in twijfel van wat zal er gebeuren. Aldus de ervaringen van Surinamers over de onafhankelijkheid van ons land vandaag, 45 jaar geleden.